Ik word gebeld. Nou, zeg het eens. Hallo. Hallo, jij hebt net een aangifte gedaan. Oh, tegen... zo. Zo, mocht dat heb je snel geregeld. Ja, ik ben snel, hè? Ja, je bent snel. Van de politie, toch? Ja, klopt, ja. Raymond, ja. Van de politie. Hé, wij hebben die persoon nu hier vast. Ja. We zijn er nog steeds mee bezig. Oké. Okay. Kan je mij precies vertellen nog even snel wat er gebeurd is? Het is de man van de vechtpartij. Van die... Ja, klopt, ja. Ja, ik heb het een klein beetje doorgelezen. Mm-hmm. Maar meneer zegt namelijk dat hij niet op een motor heeft gereden. En, maar dat hebben wij ook gezien, dat hij op een motor reed. Dat hebben jullie zelf volgens mij ook gezien, ja. Hij heeft als eerste geslagen volgens jullie, hè? Absoluut, zeer zeker, ja. Okay. Hij sloeg Gerard, toen werd ik boos op hem. En toen sloeg je mij, en toen sloeg je hem op hol. Okay, nou, weet ik voldoende. Ga ik ermee aan de slag. Okay. Dank je, hoi hoi. Joe, joe, joe. Oké, jongens, nou, ik heb nog niet eens hallo kunnen zeggen. Ik wilde mijn intro doen en toen werd ik al geweld door de politie. Maar we hadden aangifte gedaan, maar hey! Wat toevallig dat je er bent, wat leuk. Welkom bij de video, ik ben Makkers, aangenaam. Hier, schudden elkaar de hand, leuk. Ik ben vandaag weer in Roeveen, ik heb geen idee wat ik ga doen. Ik had tijdens mijn stream, kan ik wel even laten zien, had ik een vechtpartij. Daarom belde die man net, hadden aangifte gedaan. Ik ben nu ook 24.000 euro kwijt, omdat ik jou over hier ging helpen. Omdat ik alle boetes moest betalen. Ja, maar daar ben je er ook vanaf, hè? Ja, daar ben ik er maar ook vanaf, dat klopt, dat klopt. Hé, hey, oh zo, wat zie je dit nou hier gebeuren? Zullen wij die auto dan pakken daar? Ja, doen we even ruilen. Daarom. Dan pakken wij deze. Dan pakken wij deze. Mogen jullie mijn auto nakken? Nou, jij pakt die stilt die auto, dus ik wil even. Gerard, stap in, deze brengen we even naar de politie. Deze brengen we even naar de politie, oké? Oké. Meneer de agenten. Meneer de agenten, die auto hier werd zojuist, althans die motor werd gestolen. Ja. En wij wilden die auto even naar jullie brengen, maar jullie komen om richting ons. En hij kwam weer terug. Nou, laat de auto maar gewoon staan, ja? Ja, oké, we laten hem staan. Oké. Maar die man is gestolen motor, dus. Ja, dat gaan we wel even doorgeven. Wij wilden ook gewoon die auto stelen. Kut, sorry. Oké, Gerard, dan moeten we rennen. Hey, jullie mogen deze motor hebben van mij. Ik pak ja, hem wat nou, hè? Hey, wat rustig aan, Gerard, rustig aan. Wat sla je mij? Oh. Hey, hey, joh! Hey, joh! Kom eens hier dan! Hé, gek! Pak hem, Gerard! Ik ga de politie waarschuwen. Hey, joh, doe eens rustig aan, joh! Doe eens rustig, joh, gek! Hey, gek, joh, doe eens rustig! Doe eens rustig! Malle man. Je bent heel gevaarlijk, hè, meneer? Ik heb altijd. Pip, ik kom uit Roffa, je weet niet. Oh. Gerard, komt die politie nou? Nee, ik mocht er niet heen gaan. Je mocht er niet heen? Nee. Sla hem op z'n mel. Sla maar helemaal kapot. Sla hem op z'n mel. Lig jij met je lelijke hoofd? Oh, sorry Gerard. Als je pak hem, sla hem op z'n mel. Man, idioot. Ga lekker kaal. Ga lekker kaal, joh. Kale bad. Oké, okay, vrede, vrede, vrede. Niks vrede, niks vrede nu. Hé, man. Nu is het klaar. Maar op de grond liggen, man. Ja, rij maar hier in je kutpanto weg, hè. Je kan niet eens wegrijden. Jongen, wat een gek, Gerard. Ik hoop dat die camera's zijn dat hij ons ineens aan begon te vallen, die gek. Ja. We komen net van de politie af en dan dit gezeik. Gaat lekker zo, dit, Gerard. Jezus. Ja. Zeg het eens. Jongen, man. Ja, die man begint ons ineens aan te vallen. Ja, wat zeg je? Die man daar in die auto heeft ons helemaal kapot geramd. Dus vandaar dat ik net zo abrupt werd gebeld. En wat is het druk hier? Hoor ik nou een. Oh, wat is dit? Wacht, hè, Makkers de plakkers. Oh, Thomas, kom ik jou altijd tegen ook gewoon, hè? Wat is er nou? Dat is niet goed, hè? Wat betekenen die groene lampen? Ja, weet ik het ook, ik heb sprongen of Jij weet het zelf niet eens, joh, gek. Hé, rustig jij, hè? Je weet het zelf niet eens, wat, hè, Makkers de plakkers. Oh, wat ga je doen, me aanhouden? Ja, ooit, dat is mijn grote droom. Dat is je grote droom, mij een keertje aanhouden. Makkers de plakkers. Nou, dan moet je achterin de rij staan. De volle 60 maanden geven. De volle 60 maanden. Kan het niet langer dan? Is 60 maanden max? Ja, 60 is max. Mm. Ik kan misschien kijken hoeveel boetjes je hebt openstaan. Hé, hey, kijk maar. Doe maar. Kijk maar. Heb je alles betaald? Ik heb alles betaald. Ik heb alles betaald. Ja, dat is Thomas, jongens. Thomas die was vroeger crimineel met me. Maar Thomas die was crimineel is nu agent. Dus ik heb wel een verleden met Thomas. Maar hij is nu agent geworden. Ik geloof er niks van. Hoezo? Nou, kijk maar hoor. Check mijn boetes maar. Ik zou kijken. Ik check mijn boetes maar. Ik ga ze zelf ook even checken, voordat ik spreek. Dat geloof ik niet benaar, joh. Jij met... Ik heb geen boetes openstaan hoor, helemaal niks. Ik heb ze deze stream heb ik allemaal betaald. Ik ben helemaal blut. Hallo. Te maken met een dove agent. Ik denk dat de agent niet meer aanwezig is. Ik denk zijn oren zijn afgesneden. Ik denk dat zijn oren inderdaad zijn weggevallen. Moet je nou, hij is. Nou, dat is de auto wel. Hij is oprecht. Nou jongens, de agent is spontaan verdwenen. Oh, daar hebben we hem hoor. Daar hebben we hem. Onze geliefde opa.
Goeiedag, opa. Met Johan. Hey Johan, hoe is het? Ja, hoe is het met jou, jongen? Ja, helemaal goed. Hey, we hebben alles achter ons gelaten. Inmiddels geen ruzie meer. Nee, we hebben geen ruzie meer. Dat is helemaal achter ons gelaten. Alleen gewoon geen ruzie meer, maar ik ben wel blut. Je bent wel blut, ja. Want we moeten boetes betalen. Tot jij moet al je boetes betalen. Ja, jij moet doen. Al je boetes betalen. Dat ga ik niet doen. Ja, maar ik heb wel met die agent afgesproken dat je dat wel ging doen. Ja, dat snap ik. Maar je kan altijd liegen. Ja, oké, prima. Hey, we kunnen wel geld. Ik weet een manier hoe we geld kunnen verdienen. En dat is. Een overvalletje. Oei, 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 dat is wel spannend. Ja, en ik weet dat er zo'n flutagent Thomas. Nou, hij is geen flutagent, maar hij kan nog wel dingen door de vingers wellicht zien. We kunnen wacht, er staat hier een agent. Moment. Oh, waar ben jij nu? Blokkenpark. Oh, ik ook. Kom naar. Als je bij Blokkenpark bent, heb je de bank. Als je dan de bank tegen de bank aankijkt, dan naar links loopt, dan de eerste hoek omgaat, dan is daar een verrassing. Dat ben ik. Ik ben de verrassing. Ik spoiler de verrassing. Word ik daar wel blij van die verrassing? Om de hoek. Om de hoek. Nee, ik zie je niet. Als je naar de bank kijkt, je kijkt naar de bank. Prank! Oh, daar ben je! Daar ben je! Ik stond al met de hoekie! Hey, oké, wacht, ik hang op. Wat een lul is dit, hé? Hey, ja, Gerard! Dat hoorde ik! Wat hoorde je? Ik ben geen lul. Hey, kom even gedag zeg, wacht. Wat ga je doen dan? Niks. Zo, deze krijg je nog, omdat je me neer hebt gestoken, gek! Yo, Gerard? Oh, Java. Oh, ja, je bent nog bij bus. Oké, nu staan we echt kiet, oké? Oké, jongens, 25 euro opnemen. Oké, we geven Gerard 25 euro. Doen alsof het 2500 euro is. Zeg maar dat dit het nieuwe geld is. Dat die 0-0 overbodig was of zo. Hij is oud, hij snapt het allemaal niet. Dit zal vast wel werken. Dit werkt vast wel. Waar komt hij? We gaan naar Gerard. Gerard? Ja? Ben je er klaar voor? Ik heb het bij me, hoor. Geloof er geen ene drol van. Hoezo niet? 2,5. Zo. Oh, ik stap er nog een keer uit. Zo, daar heb je het. Okay, 2500 euro. Gaan we even tellen, want ik vertrouw er niks van. Ga maar tellen. 2500 euro. Tientje. Nog een tientje. Nog een tientje. Min 5. Ah, klopt dat toch? Of niet? Hey! Hey joh, gek! Wat doe je? Gerard! Ik ben al nozel. Wat doe je? Bel de ambulance, Gerard! Ik heb slecht nieuws. Je hebt slecht nieuws. Gebruik eens je chatspier. Oh. Oh, dat is inderdaad best slecht nieuws. Dat is heel slecht nieuws. Kan je nog parachutes kopen tegenwoordig? Nee. Dat is niet meer mogelijk. Niet dat ik weet. Weet je het zeker? Nee. Nee, heb ik ook geen idee van. Ja? Trek eens op je zetspier. Nou, er zijn wel genoeg agenten online. We kunnen door. Kijk, dat komt er hij. Dat komt er hem. Kijk, dat is die agent daar. Hij is nu in zijn lelijke. Kijk, daar is hem. Ga hem kapot slaan. We gaan hem kapot slaan. Kom, pak hem. Pak hem, Gerard. Tada. Trap tegen zijn auto aan. Oké. Trap tegen zijn auto aan. Je kan het. Tegen zijn auto aan trappen. Is dat wel slim? Ja, vertrouw me. Gewoon tegen zijn auto aan trappen. Doe maar. Gewoon maar doen, Gerard. Je kan het. Vertrouw me. Je kan het. Doe hier het. Is hij toch? Doe opa, het. Oh, Gerard. Oh, Pak hem, Thomas. Pak hem, Thomas. Ben ik hem kwijt? Je bent hem kwijt, Gerard. Oh, hey joh. Rustig aan met Gerard! Nou, Ria, wat is de bedoeling? Ik wou eigenlijk je auto trappen, maar ik zie het per ongeluk. Ja, dat vind ik ook wel. Moet ik dat nou geloven, Gerard? Nou, wanneer opgelost? Oh, gaat weer vanochtend. Hoe is met jouw boetes eigenlijk? Met mijn boetes? Ik heb echt geen boetes. En Jan en die opa? Die hebben een afspraak mee met je collega's. Serieus, ze hebben er vandaag helemaal gedoe mee gehad. Maar weet jij of we parachutes kunnen kopen tegenwoordig? Ja. Parachutes? Nee, joh. Ik vind het ook gek. Vroeger kon je het wel, hè? Zo ja, in die wapenwinkels. Kon je die parachutes kopen. Volgens mij tegenwoordig niet meer. Je hebt het teveel gedaan, denk ik. Maar wat we ook kunnen doen, meneer, als we jou als parachute gebruiken. Ja. Waarom wil je mij als parachute gebruiken, Gerard? Nou, als ik naar boven op jou land, dan land ik wat zachter. Mogen we jou van het dak afduwen? Wat is dit nou voor bullshit? Wil je mij van het dak duwen? Waarom zou je dat zelfs willen? Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon leuk. Mag het? Nou, wat denk je zelf? Nou, kom, we gaan naar het dak. Okay, kom. We gaan. Deze kant op, volgens mij. Volgens mij. Hier overheen, zo. Let niet op die auto. Let niet op deze auto. Gaat Gerard mij bedreigen dan anders of wat? Ja. Moet ik in mijn portofoon anders melden dat je weer tot gijzelen bent, hè? Nee, natuurlijk niet. Niks aan de hand. Ik heb die portofoon wel afvallen. Ik kom wel even helpen. Ik pak het. Nee, joh. Geen hulp nodig, joh, hier. En wanneer krijg je mijn portofoon terug? Die krijg je zo meteen gezellig terug, joh. Niks aan de hand, hé. Niks aan het handje. 1, 2. Gerard, je hoeft niet elke stap te tellen. Oh, mijn god. Ja, maar dan weet ik hoeveel stappen ik heb gedaan op een dag. Gerard wil precies losgeld vragen hiervoor. Goeiedag. Goeiedag. Is een beetje koud hierboven. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Thomas zegt mij net, maak vlug een melding. Moment. De portofoon is afgepakt. Heeft hij naar beneden gegooid? Heeft hij naar beneden gegooid? Dat is inderdaad niet zo handig ik van hem. Ik ga hem even vertellen dat het niet slim is. Doe dat maar, Gerard. Vertel jij hem even dat het niet zo handig is. Meneer, waarom heb je portofoon naar beneden gegooid? Maar waarom heb jij je handen omhoog? Ben je aan het zwaaien naar iemand of zo? Gaan we met z'n allen zwaaien naar iemand? Jij hebt mijn portofoon afgepakt. Jij zegt, hoezo kan ik heb helemaal geen portofoon afgepakt. Jij hebt het afgepakt. Nee, joh, alleen jij hebt hem naar beneden gegooid. Jij hebt hem zelf naar beneden gegooid, man. Jij hebt hem
afgepakt. Je zegt het juist zelf. Kom, we gaan wel even op het randje staan. Even kijken. Hey. Ja, maar ik krijg een melding van een ontvoering. Er is helemaal geen ontvoering gaande. Dat vind ik ook heel vreemd. We bouwen gewoon samen het dak op. Ik kan het zeggen, we zijn nog niemand. Jij trekt mij mee, we zijn helemaal niemand aan het ontvoeren hier, jongens. Gerard, ik zie dat je neus aan het groeien is. Ja, ik denk het ook, Gerard, joh. Oké, maar is het ook echt een ontvoering? Want... Nee, joh. Anders heb ik nou de goden namelijk erbij. Dat is niet slim. We zijn gewoon een beetje aan het kloten met die agent, goede vriend. En dan wordt er een hele melding gemaakt over een, wat is het? Ontvoering. Ik heb hem alleen meegepakt. Ja, maar we willen gewoon met z'n allen. Ik pak jou, ik heb je net een klap op je bek gegeven. Dat ben ik toch ook niet ontvoering. Ik heb helemaal niemand ontvoerd, man. Wij hebben helemaal niemand ontvoerd. Jullie hebben letterlijk met ons mee. We zeiden, kom je mee naar het dak? Nee. Hij trok mij mee. Nee, we stonden achter de auto. En toen zeiden, kom je mee naar het dak? En toen liep je achter ons aan. Dus nou, kijk mijn portofoon terug, Marcus. Ja, die heb je zelf naar beneden gegooid. Ik heb hem ook nooit afgepakt. Ik heb hem aan je rug gehangen. Ik weet niet of je het altijd door had. Heb je hem teruggeplakt? Ja, ik had hem zeg maar gepakt en toen teruggeplakt. Dubbelzijdig mee. Ik heb hem nooit gepakt, zo gek. Ik ga van het dak afspringen. Ja, succes! Nou, succes! Fijne dag dan! Help hem maar, Gerard! Nee, help hem maar even! Wat gaat hij doen? Ja! Zullen we vragen hoe het met de agent gaat die ontvoerd is volgens hun? Dat is wel een lief. Dat is wel een lief, even kijken hoe het met gaat. Ik koop wel een bloemetje voor hem! Ja, neem even een bloemetje mee inderdaad. Welke is het ook alweer? Geen idee. Jij hebt een teddybeer, ik loop met een roos en we gaan hem gewoon even excuses aanbieden, oké? Even oppepperen. Goeiedag! Hoi! Nee, dit is hem niet. Nee, het is met het gele hesje daar, denk ik, dat je bedoelt. Ja, geel hesje. Hij was er helemaal van geschrokken. Hij was er helemaal van geschrokken. De goden werden zelfs boos. Hallo. Thomas, we willen ons excuses aanbieden dat we jou zo hebben laten schrikken. Nou, dat was niet onze bedoeling. Dat vind ik wel vriendelijk. Het was niet onze bedoeling. De goden zijn boos geworden. Deze teddybeer is wat dan weet, maar dat maakt niet zo van uit. Nou, het is een beetje sneeuw, maar ik vind dat mensen mooi van jullie, hoor. Ja. Oh, ik ben hier, ik ben Jezus. Kun je even 2 seconden 40 kilometer verderop gaan staan? Ja, is goed. Oh, toppie. Jezus, hallo. Ik ga wel. Hoor jij ook ineens Jezus? Ja. Volgens mij moeten we nog verder. Volgens mij was hij nog niet geboren, toch? Wat moet ik met deze teddybeer dan? Ja, gooi me weg. Oké. 1, 2. Hoppakee! Goed zo, Gerard. Stap in. Kijk, zie die hele grote kraan daarboven? Weet je dat nog, dat we daar een keer zijn opgeklommen? Ja. Zou je dat nu weer willen doen? En dan? En dan heb ik een leuk idee, oké? En dat idee is? Parcours. Ja, dat is leuk. Kom, we gaan. Nee, dat lijkt me wel leuk, om dan alsnog gewoon... We gaan naar de IKEA, deze man. Pas op, man! Joh, gek! Kijk, Gerard, ik heb een test. Dit is echt... Dit noem ik de... Auto van rechts! Ja, dit is de oude mannentest. Kijken of jij je nog zelf een jonge oude kerel mag noemen, oké? Dat ben ik ook gewoon. Ja, maar als deze test compleet is, dan weten we dat zeker. Ik ben na 1 sneeuwbal lig ik al op de grond, maar verder ben ik nog... Nee, ik weet een hele goeie. Ik weet dat dit gaat een hele goeie worden. Vertrouw er niet zo heel veel van, maar... Vertrouw me. Dit gaat niet goed. Ik ben hier ook een keer met Toos naar boven geklommen. Ja, maar van Richard gehad. Hè? Hij van Richard in zijn hersenen gehad. Richard? Wie is Richard? Je zegt zelf Richard. Nee, ik zeg geen Richard. Wat zeg je dan? Willem. Wat? Klim dan maar gewoon omhoog. Sneller. En pauze. Oh mijn god, zo gaan we er nooit komen. Kijk hoe hoog het nog is. Nou, kijk hoe hoog we al zijn, joh. Dit is toch echt spannend, dit. Nou ja, ik vind het wel reuze spannend. Dit leek me wel een keer leuk om met jou te doen. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit af gaat lopen. Wat we ook kunnen doen, zie je die rode dingen hier beneden? Welke dingen? Naar dat gebouw toe. Ja? Daar kunnen we ook overheen parcouren. Ja, dat is goed. Moet je wel iets hoger, dan kunnen we op het gebouw. Die daarboven, die rode daarboven, dan kunnen we op het gebouw inderdaad. Maar ja, dat is wel gevaarlijk hoor, Gerard. Ik weet niet of we dat redden. Gaat helemaal goed. Als je valt, dan ben je echt... Dit overleef je zeg maar niet, hè, Gerard. Het is niet van... Jawel. Nee, dat kan je niet overleven. Ik klap gewoon mijn handen uit en dan vlieg ik als een vogel. Dan vlieg je als een vogel, oké. Zal ik het proberen? Nee, ja, je kan het proberen, maar het is te riskant, Gerard. Als je er eenmaal op zit, misschien in first person, zeg maar. Oh, ik weet het niet. Het is wel te riskant. Maar als we op het dak zijn, hebben we wel wat cools. Oké, gaan we naar het dak. Over daarheen. Ja, dat dak bedoel ik, hè. Dat naar de overkant. En als je nog eentje hoger gaat, kan dat nou niet lukken? Nee, dan moet je springen en dan overleef je de val niet. Maar ze zijn wel helemaal ondergesneeuwd, dus oppassen dat het niet glad is. Ja, maar dan moet ik wel op deze paal en niet op die van jou, of wel? Ja, nee, op mijn paal? Dan, nee. Gewoon, doe het maar gewoon niet. Nee. Nee, dat is denk ik niet verstandig, anders ben je dood, dat ben ik je kwijt. Als het niet leuk is, ga ik het toch proberen. Die Gerard is gek, jongens. Die Gerard is helemaal gek. Gaan we gewoon met dat ding weer naar beneden, of niet? Nou, als we hem konden draaien, dan kan... Je kan helemaal naar die hijskraan, puntje daar en dan naar beneden. Dat overleef je niet, het is te hoog. Ja. Zo, wat is dit hoog, hé! Jezus! Oh, mijn god. Ligt er geen parasiet boven? Nee, die liggen hier niet. Ik kan nog wel eentje hoger gaan om even te spieken. Oké, Gerard, ik heb een leuke voor je. Ik heb een ander leuk idee. Klim omhoog. Dan klimmen we deze ladder hier ook nog omhoog. Ja. Oké, dat doen we wel even. Ik heb een leuke... Als je dit kan,
Dan ben je echt een ben je succesvol in het leven, oké? Okay? Ja, maar ben ik dan voor 4 seconden succesvol of hoe ligt dat? Nee. Oké, okay, dan moet je hier opklimmen, op dit ding. Ja. Ik zou het vanuit je eigen zicht doen. En dan via het hele dunne pad daar naar beneden tot waar ik sta. Ik loop erheen, oké, okay, en dat kan je. Dan moet je op dat ding klimmen en dan via dat dunne paaltje naar beneden. Wacht er even tot ik er ben. Dat paaltje, links of rechts? Deze, waar ik heen loop. Waar ik heen loop, kijk. Oh jongens, dit gaat fout. Dit gaat fout. Dit kan Gerard niet. Dit kan Gerard niet. Nou, je kan. Je kan. Daar gaat hij. Oh, dit gaat fout. Dit gaat fout. Nee, Gerard. Gerard, dit gaat fout. Je kan het, Gerard. Je kan het, Gerard. Je kan het. Come on. Oh, 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 oh. Gerard, Gerard. Oh, oh, oh. Gerard. Gaat het? Oh. Oh, man, ik schrok. Ik schrok me rot, gek. Oh. Gaat het? Wat gebeurde er nu, joh? Ja, je struikelde, maar je bent gelukkig hier tussen gevallen. Ik schrik me rot, man. Dat kwam door Jezus op Blokkenpark. Oh, man. Oh, gaat het met je? Nou ja, een beetje last van mijn poot. Moet ik iets bellen of zo? Denk je dat die mensen omhoog gaan babbelen? Ja, weet ik veel. Er is geen ambulance aanwezig. Oh, er is één ambulance aanwezig. Anders help je me even overeind. Ik help je overeind. Zo, nee, zo goed zo. Wat doe je nou? Wil je toch een keer proberen? Volgens mij wil je gewoon van me af. Nee, nee. Ben je gek? Ik heb de leukste tijden met jou. Ja, maar ik loop dus over dat dunne draadje. Ja, over dat dunne... Nee, niet die middelste. Die buitenste, gek. Die gele gewoon. Dat middelste draadje kan je niet overheen, hè. Je moet over die buitenste gele gaan. Niet die middelste. Oh. Nou, probeer het nog een keer. Het ging fout. Je moet over de buitenste gele zo traag mogelijk. Dit kan je, come on. Oké, okay, jongens, nou, daar gaat hij. Gerard gaat het nog een keer proberen, hoor. Hij gaat het nog een keer proberen. Ik heb vertrouwen in dat Gerard dit kan. Ik heb vertrouwen in dat Gerard dit kan. We gaan kijken. We gaan kijken hoe dit gaat. Oké, okay, daar gaat hij, jongens. Gerard. Gerard is op pad. Hij gaat het doen. Oké, okay, Gerard, de buitenste. De buitenste, hè? Oh, 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 oh. Dit is eng. Dit is echt heel eng. Oh, Gerard, come on. Gerard. Oh, je kan het, Gerard. Je kan het, Gerard. Hij gaat heel voorzichtig. Kijk hoe hoog het ook echt is, jongens. Als Gerard hier naar beneden valt, is hij zo de klos, hè? Als hij hier naar beneden valt, is hij zo ontzettend de klos. Je bent er bijna, Gerard. Je bent er bijna. Je bent er bijna. Nog heel eventjes. Je gaat wel heel hoog. Heb je trilbenen? Ja. Je bent er bijna. Zo ver is het niet. Zo hoog is het niet. Kom op, je kan het. Je kan het. Kom op. Kom op. Bijna. Oh, oh, Gerard! Gerard, nee! Gerard! Gerard! Hij kent. Gerard, ik kom eraan. Gerard, ik ga... Oh, ambulance. Ambulance. Oh, nee. Gerard, ik kom eraan. Gerard, ik kom eraan. Hij viel zo lullig. Ik vind het echt veel te grappig. Ik weet niet waarom, maar ik vind het echt veel te grappig. We moeten snel naar beneden, we moeten Gerard helpen. We moeten zo snel mogelijk Gerard helpen. Oh mijn god, dit kan niet jongens, dit kan gewoon niet. Hoe Gerard zie, die is dood, die is dood. Oh mijn god, nee, wat gebeurt er nou, wat gebeurt er nou? Ik pakte de ladder niet, meen je dat? Oh nee, oh nee, oh. We gaan de goden heel lief aankijken. Goden, alsjeblieft, fix het voor me. Ik wil gewoon de ladder pakken, maar dat is een GTA kut iets dat altijd gebeurt. Please, goden, reageer. Oh, dankjewel, goden. Dankjewel, meneer de god, Piet. Oh jongens, we gaan zo snel mogelijk naar beneden. We gaan zo snel mogelijk naar beneden. Oh jee. Oh mijn god, de ladder weer. Oh nee. Waarom doet die ladder dat nou telkens? Personage pakte de ladder niet, dus viel dood nogmaals. Het spijt me enorm. Oh, wat vreselijk dat het weer is gebeurd. Hij pakte het weer niet. Oké, jongens, niks gebeurd. We zijn gewoon veilig beneden gekomen. Gerard. Gerard, gaat het met je? Waar is hij? Daar ligt hij. Oh, nee. Gerard, hoor je me? Oh, Javijs. Hoor je me, Gerard? Oh, Javijs. Kan je me verstaan? Huh? Gerard, hoeveel vingers steek ik op? Eén. Eén? Gaat het met je? Moet je even omhoog helpen? Je viel ook gewoon. Je bent van zo hoog gevallen. Hoe heb je dit overleefd? Ik viel bovenop een vogel en die pakte ik vast. En daardoor. En toen ben ik veilig geland. En toen ben je veilig geland. Nou ja, veilig. Ik ben wel 2 meter 3 benen naar beneden gevallen. Maar... Ja, oké. Okay, wacht, ik help je wel voor vrijheid. Kom. 1, 2. Goed zo. Moet je even langs het ziekenhuis? Nee, joh, tuurlijk. Ja, wat denk je zelf? Oh. Nou, dat was ook een goed avontuur. Je was er bijna, hè? Hoe kan het nou dat je op het einde viel? Je hing op het randje. Het was echt van, ga je de goede kant vallen of ga je de foute kant vallen? Ja, weet je wat dat was? Volgens mij was een spek glad en ik ging gewoon vloep. Oh, het was echt... Ik hoorde je ook zo schreeuwen gewoon ik dat je naar beneden viel. Ik heb Toos nog bedankt. Je hebt Toos bedankt toen je viel? Ja, maar ik had al even de tijd volgens mij.
Oh, ja, je had zeker van ooggevallen over de tijd inderdaad. Hij was er wel. Ik heb dit allemaal lekker op bodycam gezet. Ik weet niet of jij... ik ga het nu afsluiten. Ik weet niet of jij wat wil zeggen. Nog, als afsluiten. Dan mag je het helemaal... Het hele podium is voor jou. Mag je het helemaal afsluiten voor mij. Ik ga niks meer zeggen tot nu toe. Dankjewel. Ga je gang. Ik heb last van mijn rug. Fijn kerstfeest. That's it? Nee, ik ben nog niet klaar. Oh, je bent nog niet klaar, oké. Abonneer, reageer, doe een duimpje omhoog. Jij hebt toch ook een bodycam kanaal, Gerard? Ja, maar ik niet aanstaan. Hoe heet die? Dat heet Just Out. Just Out. Nou, weet je wat, dan zet ik die even in de... Oh, mooie auto. Dat is een mooie auto trouwens. In de beschrijving, oké? Okay? Nee, dan zet ik die in de beschrijving, oké? Okay? Ja. Helemaal bovenaan, oké? Okay? Ja, helemaal bovenaan. Helemaal bovenaan, gaan we doen. Oké, okay, Gerard, dan nu... De link in de titel. Nee, niet in de titel. Oké, dan ga je nu gewoon schreeuwen voor 10 seconden lang en dan doen we outro, oké? Bedankt voor het kijken en...